Deze documentaire gaat over nummer 58474, Jacques Kieft. Dit nummer kreeg hij bij aankomst in concentratiekamp Neue Gamme. Zijn verhaal? Hij wordt geboren op 22 oktober 1920 in Baren. Hij is de zoon van banketbakker Jacobus Kieft en Wilhelmina Lindhorst. Zijn moeder is de dochter van een slager en zus van Jan Lindhorst, die ook in de oorlogsjaren in het Oostenrijks verzet zat. Jacques helpt al op jonge leeftijd mee in de bakkerij van zijn vader. Daarnaast is tekenen en schilderen zijn grote passie. Hij komt uit een gedegen katholiek gezin. Dat blijkt ook wel, want samen met zijn broer Karel zal hij actief lid worden van de katholieke jeugdbeweging. Jacques, mijn oom, die was een sportieve jongeman. Wat wij gehoord hebben van mijn andere oom uit Amerika, die in 2013 helaas overleden is, in ieder geval midden in het leven stond. En graag tenniste, een joviale jongen was en getapt. Een opgeruimde jongen. Jacques weigert tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitse arbeidsinzet te gaan werken. Als NSB'ers uit Hilversum en Barenhem te dicht op de hielen zitten, besluit Jacques eind 1943 in Oostenrijk onder te duiken bij zijn oom en verzetsman Jan Lindhorst op de lint nummer 4. Ook zijn 2 jaar jongere broer Karel duikt bij oom Jan in Oosterwijk onder. Oom Jan Lindhorst heeft een chemische fabriek genaamd Sabuna. Dat betekent in het Maleis zeep. De fabriek is gevestigd aan de voorste stroom. Net achter een pand aan de Dorpstraat waar nu het kruidvat in zit. In de fabriek wordt naast zeep ook schoensmeer geproduceerd. De Duitse Weermacht is de belangrijkste afnemer van Sabuna. Daarom heet het een kriegswichtig bedrijf, waardoor de werknemers vrijgesteld zijn voor arbeid in Duitsland. En dus is Sabuna een ideale plek om te werken voor jongens die anders naar Duitsland zouden moeten. Ook Jacques Kieft werkt onder een schuilnaam voor het kriegswichtige Sabuna. En hij sluit zich aan bij de pilotenhulp van oom Jan Lindhorst. Kieft vervoert samen met verzetsman Jan Brunnekreef per fiets geallieerde piloten naar Tilburg. Jacques is ook betrokken bij het verzamelen van levensmiddelenkaarten en geld voor onderduikers. Officieel staat hij bij de gemeente Oosterwijk ingeschreven als chemiker. Zijn broer Karel, in 2013 overleden, vertrok na de oorlog naar Amerika en heette vanaf toen Charles. In 2002 heeft Karel zijn herinneringen aan de Oosterwijkse periode op papier gezet. Which was a center of resistance and Uncle John was in charge of the Brabant-Tilburg district and had meetings with resistant workers at our house on the Lint, a block away from the railroad station. My brother Jack had a secret radio on the top floor and transported Allied pilots who had crashed over the country to Tilburg, from where they had to travel to Belgium, France and Portugal to get back to England. Those were the days, my friend. The girls of the ping pong club organized parties with plenty of booze. We danced to the music of Harry James, Benny Goodman and Glenn Miller. They were outlaws for the world. In Tilburg heeft Lindhorst contacten met de groep rond distributieambtenaren verzetsman Peter Horneman. Deze zet zich met onder andere Wim Tense en Leonie van Hassel in voor hulp aan geallieerde piloten. Voor onderdak wordt gebruik gemaakt van enkele adressen van oudere, ongehuwde dames in Tilburg, zoals de zusters Pirotin en Koba Pulskens. De transporten van piloten worden gedaan door jonge mannen, zoals Boy Ecurie, Jan Brunnekreef en ook Jacques Kieft. Op 1 juli 1944... brengt Jacques Kieft samen met verzetsman Jan Brunnekreef 2 geallieerde piloten van Valkenswaard naar Tilburg. In Tilburg worden ze ondergebracht in de slagerswinkel van de ouders van Leonie van Harsel aan de Heuvel. 1 week later zal echter het noodlot toeslaan.
Een nieuw pilotentransport wordt op de kruising Oosterwijk-Moghestel in de nacht van zaterdag 8 op zondag 9 juli 1944 aangehouden door de Duitsers. De piloten worden doorgestuurd naar de Luftwaffe in Gilserijen. De drie Nederlandse inzittenden, Jan Brunnekreef, de Eindhovense verzetman Piet Hagen en de Eindhovense politieman Harry Aerts, moeten mee naar de Sicherheitsdienst in Den Bosch. Na een zwaar verhoor bekennen Jan Brunnekreef en Harry Aerts hun verzetsactiviteiten aan de SD. Brunnekreef wordt in een auto van de SD naar Tilburg vervoerd, waar hij gedwongen wordt het huis van Coba Pulskes aan te wijzen. Bij Coba verblijven reeds drie piloten uit een eerder transport. Deze piloten worden door de Duitsers bij aankomst onmiddellijk doodgeschoten. Coba Pulskes en ook Leonie van Harsel worden opgepakt en naar de politie- en onderzoekingsgevangenis in het voormalige Grootseminarie Haren vervoerd. De SD rijdt vervolgens samen met Brunnekreef naar Oosterwijk, waar hij gedwongen wordt het huis van Lindhorst aan te wijzen. Lindhorst wordt ook gearresteerd en naar Haren overgebracht. Ruim een week later, op 19 juli 1944, wordt ook Jacques Kieft door de SD gearresteerd en naar een Harense cel overgeplaatst. Tot op de dag van vandaag is het onduidelijk waarom Jacques, na de arrestatie van Jan Brunnekreef en van zijn oom Jan Lindhorst, niet gevlucht is uit het huis van oom Jan Lindhorst. Duidelijk is dat iemand hem tijdens de verhoren moet hebben verraden. Op de gedenkplaats Haren wordt nog altijd een kopie bewaard van het gevangenenboek uit die tijd. Allen worden op 30 juli 1944 van Haren naar Vught overgebracht. Op 19 augustus 1944 worden Lindhorst, Brunnekreef, Hagen, Aerts en Van Brugge rond 21 uur op de fusilladeplaats van het kamp doodgeschoten. In cel 124 in Vught lijkt Jacques Kieft tot dan de dans te ontspringen. Ruim twee weken later, na Dolle Dinsdag, worden de gevangenen uit Vught naar Duitse kampen overgebracht. Zo komt Leonie van Harsel terecht in Dachau. Coba Pulskes gaat naar Ravensbrück en Jacques Kieft gaat met alle andere mannelijke gevangenen naar het concentratiekamp Sachsenhausen bij Berlijn. Dus vanuit Vught naar Sachsenhausen, Oranienburg, vervolgens ook naar Wittenbergen, Neuengamme, Sandbostel. En later zijn wij teruggegaan naar Sandbostel met nog een zus van mij en ikzelf erbij. En toen hebben we een bezoek gebracht aan de Kadenkstätte van kamp Sandbostel. En daar hebben we ons proberen extra informatie te laten bezorgen over hoe het Jacques vergaan is eigenlijk. Omdat aanvankelijk aangenomen werd dat hij vermist werd naar Neuengamme, na de evacuatie van Neuengamme. Er werd aangenomen dat hij toen omgekomen was in de Lübecker Bocht, bij de bombardement op de passagiersschepen daar, door de geallieerden. Maar toen bleek dat hij dus in Sandbostel was komen te overlijden. Toen zijn we daar wat verder onderzoek gaan doen om te kijken hoe hij daar is terechtgekomen eigenlijk. Kieft wordt te werk gesteld in de Henkelfabrieken. Tot 16 oktober. Dan wordt hij overgebracht naar concentratiekamp Neuengamme, waar hij geregistreerd wordt onder nummer 58474. Hoewel hij daar al ziek is, moet hij dagelijks marcheren. En wanneer hij niet vlug genoeg doorloopt, wordt hij onbarmhartig tegen zijn benen geschopt. Kieft wordt een tijdje in het ziekenblok opgenomen vanwege hongeroedeem, open en zwerende benen. Hij weegt dan nog maar 45 kilo. Hij herstelt echter op wilskracht en werkt vervolgens lange tijd in een fabriek in Wittenberg aan de Elbe. Daar wordt uit stro surrogaat voedsel gemaakt en kan Kieft wat verder aansterken. Na de evacuatie van het werkkamp in februari 1945 keert hij weer terug naar Neuengamme. En toen bleek ook dat hij in de laatste route naar Sandbostel, dat eigenlijk niet de eindbestemming zou geweest moeten zijn, maar dat zou aanvankelijk Bergen-Belsen geweest moeten zijn. Maar omdat de geallieerde legers destijds te snel oprukten, werd daarvan afgeweken. En toen is er 10 dagen lang met 2000 zwaar zieke gevangenen
door het noorden van Duitsland rondgetoerd om naar 800 kilometer in Zandborstel terecht te komen. Waar de normale afstand 81 kilometer geweest moet zijn. Dus dat, ja, dan kunt u zich wel voorstellen dat dat een verschrikkelijke tocht geweest moet zijn. Ja. Sinds maart 1945 ontbreekt elk spoor van hem. Ja, wat we uit de informatie in Zandborstel hebben kunnen opmaken, is dat een tocht geweest waarin van de ene plaats naar de andere plaats door de trein werd afgelegd op zoek naar een plek om daar de gevangenen achter te laten. Of in een andere KZ achter te laten. Maar je kunt zich voorstellen met 2000 zwaar zieke mensen, dat er ook een heleboel van die mensen door de omstandigheden komen te overlijden. Dus dat was eigenlijk bij iedere stop was dat het onmenselijk lossen van lijken en weer op naar de volgende plek. En dus dat moet gewoon een verschrikkelijke toestand geweest zijn. De familie denkt dan dat de vermiste Jacques Kieft bij de ontruiming van Neuengamme is ingescheept op een Duits passagiersschip. Op 3 mei 1945 zal dat schip door de Engelsen gebombardeerd worden. Echter, in de jaren 50 wordt in kamp Zandborstel, waar in april 1945 vele gevangenen uit Neuengamme zijn ondergebracht, massagraven geopend. Daarbij komt bij de stoffelijke resten ook kamp nummer 58474 van Jacques Kieft aan de oppervlakte. In 1956 kan met hulp van lichaamsbouw, gebitstatus en andere uiterlijke kenmerken de identiteit van Jacques Kieft definitief vastgesteld worden. Hij is dus omgekomen. Zijn stoffelijke resten worden naar Nederland overgebracht en daar op 10 augustus 1960 begraven op de Nederlandse erebegraafplaats te Loenen. In kamp Zandborstel, waar zijn stoffelijke resten werden gevonden, zijn veel mensen gestorven aan de gevolgen van een tyfusepidemie. Kieft's naam staat vermeld op een herdenkingsplaquette in de gemeente Baren, op de erelijst van gevallenen in het gebouw van de Tweede Kamer en op de herdenkingsplaquette in het Mariakapelletje aan de Moegesterseweg in Oosterwijk. Ook staat zijn naam op het herdenkingsmonument aan de Gemullenhoekenweg. Desondanks werd Jacques Kieft bij het vernoemen van straten naar verzetstrijders in eerste instantie vergeten. In 2012 besloot het Oosterwijkse gemeentebestuur om in Pannenschuur buiten alsnog een parkje naar Kieft te vernoemen. Ja, ik denk dat hij, dat is heel moeilijk in te schatten natuurlijk, maar ik denk dat hij daar best heel tevreden over zou zijn, heel blij mee zou zijn. En ik denk ook dat mijn vader daar. Jacques Kieft werd slechts 24 jaar oud.